Dit is nou jumpen. Patrick Pereira en Dion Teurlings, beide woonachtig in Dommelen, zijn via het internet bekend geworden door het maken van jumpfilms. Deze dansstijl is een variatie op hakken en waait vanuit België over, waar het enorm populair is onder jongeren. De films van Dion en Patrick zijn via Google Video nu bij elkaar zo'n 1 miljoen keer bekeken. We willen gewoon een apart filmpje en niet zomaar een doodgewoon jumpfilmpje wat iedereen kan doen. Zeg maar een beetje pit, gewoon ervoor gaan. Ja, we willen aparte locaties en zo hebben en daarom. Want welke locaties zijn jullie allemaal geweest? Ik heb al bijvoorbeeld in de Mediamarkt gejumpt, Patrick in het politiebureau. Ja, dat zijn toch wel gewaagde locaties en dat geeft kijkcijfers. De film van jumpen in het Eindhovense politiebureau is bijna 400.000 keer bekeken. Hoe ver willen jullie gaan met jumpen? Heel ver. Let maar op. Heel ver. Maar wat dit is het begin. Maar wat gaat er dan nog komen? Nou, ik heb de video's die jullie nu kennen, die zijn nu afgesloten. Maar komen geen nieuwe meer zoals jullie kennen. Er komt nou iets heel fris nieuws. Dus allemaal Google Video checken. Er komt iets fris nieuws. En kan je iets verklappen of zo? Bijzondere locaties? Of? Nou, niet zozeer bijzondere locaties, maar het is meer... Vroeger was het 100% het draaide om jumpen. En nu zet ik het jump-accent op een lager pitje en iets anders erbij. Oké. Okay. En met z'n tweeën? Of? Dat is wel de bedoeling. Ja. We zullen even kijken waar we allemaal heen kunnen gaan en dan dat komt er wel goed. Hè.